Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met een speciaal filmpje over energie en hoe jij jouw energie uit jouw handen kan geleiden. En wat doe je als je nou heel veel energie hebt? Dat het eigenlijk een overvloed van overstromingen van jouw kosmische energie is. Gisteravond had ik een heel leuk gesprekje met iemand en toen moest ik eigenlijk terugdenken aan hoe ik het geleerd heb. En wij willen allemaal die energie zo graag opbouwen, dat wij die kosmische energie, we mediteren en we gaan zorgen dat er van boven naar beneden een hele constante stroom van universele energie door ons lichaam gaat. En daar worden wij heel vaardig in. Ons lichaam went eraan. En soms hoef je er dan alleen maar aan te denken en het gebeurt. Net appt mijn man dat er ergens een ongeluk gebeurd is. En dan stroomt het gelijk, ik stuur gelijk engelen erheen. Ik weet niet waar... exact waar het gebeurd is, maar dat weten de engelen en de kosmische energie, die weet dat wel. En dan ben ik al lang blij dat mijn man op dit moment veilig is. Alleen vind ik het ook vervelend dat die mensen die dit overkomt, dat die dus onveiligheid hebben ervaren. En hulpverleners, iedereen wordt opgetrommeld. Dus dan gaat automatisch, als jij een lichtwerker bent, de energie gaat stromen. Dat is ook een stukje remote viewing. Dat je contact maakt daar met die plek waar het nodig is. Mijn man die doet mij een seintje, hier ben ik en daar is een ongeluk gebeurd. Op dat moment gaat het bij mij gewoon heel automatisch al een lijntje vormen naar dat ongeluk. En ik laat helende energie daar naartoe stromen. Maar ook als je in gesprek bent met iemand, dat je voelt dat de kracht door je handen gaat stromen en dat je het liefste die persoon ook een heling zou willen geven. Maar dat kan niet altijd. Soms dan zijn we in de supermarkt of soms is het iemand waarvan jij wel weet dat hij dat echt niet wil. En je mag alleen maar die energie geven. Tenminste, zo heb ik het geleerd en daar ben ik het nog steeds mee eens. Die energie geef je als de ander er toestemming voor geeft. Het is dus heel belangrijk dat je niet zomaar iedereen die kosmische universele energie geeft. Want niet iedereen zit daarop te wachten. Sommige mensen willen ook heel graag in hun ellende, misère, verdriet en pijn blijven. Ook al heb jij de oplossing, want de oplossing daar zoeken ze niet om. Want het is heel vertrouwd om in die pijn te blijven. Dat is veilig, want dat weten ze. Dat is waarom mensen ook niet zo snel wakker worden. Ze weten die ellende. Ze weten hoe ze ermee omgaan. Als dit gebeurt, gebeurt dat en dat en dat. Dus als het anders is, dan wordt het spannend. Ja, jij zit er maar mooi mee als lichtwerker. Dat jij handen hebt die helemaal in de brand staan. Dat je voelt aan je lichaam dat de energie zich ophoopt. Omdat die kosmische energie doorstroomt. Dan is het ook belangrijk dat je verbinding met moeder aarde maakt. Moeder aarde maakt verbinding met mij. En dan kan je die overtollige energie door de aarde laten stromen. Maar soms blijft dat in je handen ook stromen. Dat je denkt, oké, wat je dan kan doen, stel je voor je hebt net een heling gedaan. En het blijft stromen. Het blijft maar stromen. Vrouwen die borstvoeding hebben gegeven, die snappen. Zo werkt dat. Soms kan je het gewoon niet tegenhouden. Dus dan ga je naar je waterkraan. Je laat de koude kraan even goed koud worden. En dan ga je onder de kraan van deze lijntjes. Hè, je hebt hier allemaal van die lijntjes te zitten. Dan ga je echt eventjes even goed laten stromen. Niet dat je ijskoude handen krijgt. Dat je denkt van wow. Nu moet ik ze weer opwarmen. Gewoon eventjes. Je slaat ze af. En je zal zien, ze zijn ook gewoon bijna gelijk droog. Leuk, hè? Nou ja, dan ben je onderweg. En je hebt niet een kabbelend beekje naast je. Als je in Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk bent of Luxemburg, dan heb je dat misschien wel.
Ik heb ook een kijker in El Salvador. Daar heb je het misschien ook. Maar in Nederland heb je dat niet zo vaak dichtbij. Zo'n stromend kabbelend beekje. Kan je voeten even in doen en je handen in doen. Heerlijk. Maar ja, dat hebben we niet. Dus wat doen wij in Nederland als we op de fiets zitten? En wij fietsen als lichtwerkers door onze prachtige natuur. Ook als ik op de motor zit. Dan kan je ook ondertussen jouw energie afgeven naar al die plekken waar je langs fietst. En dan ga je op een gegeven moment op een bankje zitten. En je zit daar mooi. En dan komt iemand voorbij met een hondje. Wat fijn dat je dat hondje vraag je eerst. Dat hondje. Mag ik jou aan? Ja, dat hondje komt heel kwispelend naar je toe. Maar dan vraag je ook de eigenaar. Mag ik hem even naaien? Ja, doe maar hoor. Nou, en dan ga je even heerlijk jouw energie geven aan dat dier. Als in een weiland een koe staat en die denkt van, oh, ik vind jou wel heel aardig, dan mag je die ook knuffelen. Nou, ik zal niet gelijk knuffelen. Maar ik zal wel, je mag gerust even contact maken met het dier. En ook zeker een paard. Die vindt dat echt. En die kiest ook uit of hij of zij dat wil. Dat is leuk. Je kan ook zeggen, ik ben in het dorp aan het wandelen. En ik voel die energie stromen. Want nou ja, je wandelt langs huizen en je bent als lichtwerker. Je weet niet wat er allemaal in die huizen gebeurt. Misschien zijn er wel zieke mensen of iemand die geestelijk iets nodig heeft. Of dat ze heel veel zorgen hebben. Maar je voelt die kosmische energie, poef, die gaat weer stromen. En dan denk je, oké, ja, maar ik kan er helemaal niks mee. Ik kan even het huis in het licht zetten, de bewoners in het licht zetten. Met één gedachte, heb je dat al klaar? Zo snel gaat dat, hè? Alleen ja, dan blijft het stromen. Je hebt gelukkig huizen die hebben nog van die mooie groene hagen. We hebben zelf een beukenhaag. Die is een beetje stekelig, maar die ziet er wel mooi uit. Maar vooral die ouderwetse ligusterhaag. En daar kan je zo lekker met de handen doorheen. En dan geef je dus jouw energie aan, moeder aarde, aan die ligusterhaag. Of je komt dus even een boompje tegen. Nou, die hoef je alleen maar aan te raken. Je hoeft niet hele moeilijke. Dat hoeft allemaal niet. Gewoon wat op je pad komt. En dan wandel je langs de school. Zet je school nog even in het licht. Dan aard je. Dan zeg je moeder aarde, maak verbinding met mij. Laat de stroom nu gewoon in balans komen. Laat de stroom in balans zijn, zodat ik in mijn eigen aardse werkelijkheid kan zijn. Als het nodig is, is het er zomaar weer. Maar je mag ook even zeggen, oh, wacht even, ik moet nu even in een rustige balans, laat me even tot mezelf komen. Dat is belangrijk. Handen afspoelen. Aartsengel Michael, bescherm mij, bescherm mijn energie. En zo heb je op mijn webshop, heb ik een engelenwereld en daar staan heel veel engelen in een rijtje. En bij elke engel staat ook een kaartje met een tekst. En die kan je even aanklikken, kan je gratis downloaden. En daar staat ook bij aartsengel Raziel bijvoorbeeld, staat ook een hele mooie oefening. Of bij aartsengel Jeremiel. En als je geduld nodig hebt, aartsengel Joviel. Want je mag ook geduld met jezelf hebben. Dus ik hoop dat jullie dit een beetje helpt, zodat je ook je energie niet alleen activeert in de activeringsoefening, die zal ik ook in deze video aan het eind, dat komt in zo'n balkje geloof ik, zal ik de activeringsoefening doen, zodat je kan activeren, maar dat je ook weet wanneer kan ik het stoppen of laten afnemen. Nee. Dan heb je het weer. Vertrouw daarop. Op het moment dat jij het nodig bent, heb je toegang tot alle energie. Het is ook belangrijk om dan wel eventjes weer die balans terug te vinden, dat het weer niet in die piek zit, maar gewoon even klaar. Het is goed. Handen afspoelen, ook als vanaf die lijntjes, goed even met koud water. Ook als de Schumann heel actief is, doe dat dan ook. Ik wens jullie een prachtige dag. Dag lieve mensen, www.lemedia.nl. Vind het filmpje leuk of niet leuk? Abonneer je op mijn kanaal. Voor nog meer van dit soort leuke filmpjes. Kijk naar die playlists die ik allemaal heb. Want ik heb zoveel filmpjes. Ik heb meer dan 1000 filmpjes hierop. Dus kijk even naar de playlist.
numerologie, pendelen, oefeningen, cursussen, chakra's, ook wereldse gebeurtenissen, maar ik heb nog zoveel meer. Dus ga maar eens even op zoek. Dag lieve mensen.